Hallo allemaal, kijk, dit is mijn nieuwe aanwinst, de steppenbegonia. Ja, een hele mooie plant, waar ik ook dus hier een stek van genomen heb. Kijk, die zat hier. Die zat dus daar, hier. En ja, die heb ik dus mooi hierin gedaan. Kijk, in dit mooie vaasje. Dus ik hoop dat het wat gaat worden, dat de wortels aan gaan komen. Dan heb ik weer een mooi exemplaar erbij. En heb ik ook een hele mooie cactus, ook een nieuwe aanwinst. Kijk, een hele mooie. Ja. Kijk, en hier deze heb ik dus eventjes nieuwe potgrond gegeven. Die was veel te nat. Arthurium potgrond. En ja, dat is het beste voor Calatheas. Dus die stond in potgrond, universele potgrond. Maar was toch een beetje aan een te natte kant. Dus ik raad ook iedereen aan om Arthurium potgrond te gebruiken. Die is wat luchtiger. Deze grond, kijk, die is niet zo vast. En dus blijft er ook wat minder water hangen, vasthangen, zodat de wortels niet gaan rotten. Dus ja, en ondanks die pot dus ook gaatjes heeft en dus ook water in de pot zat, mocht het niet baten bij die andere grond. Dus ja, werd het steeds slechter. Heb ik er een paar afgeknipt om de groei te stimuleren. Dus ja, dus afwachten wat deze dus gaat doen. Nou, kijk, en ja, in de keuken doen de planten het ook prima. Kijk, de Calathea, hier nog een paar enkele planten die het heel mooi doen. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. En ik geef ze ook altijd regenwater, mits het regenwater is, anders gedestilleerd water. Ja, kijk, de lepelplant. En hier de lipstickplant, hieronder, onder dat blad. En hier nog een mooie plant, ja, die ik al wat vaker heb laten zien. En mijn cactuscollectie dus. Ja. Nou ga ik mee naar buiten. Kijk, het is de Strelitzia, ook heel mooi. Een hele mooie plant. Die doet het ook nog steeds prima. Die groeit uitbundig. Heel mooi. En dit is ook een Calathea. Die gaat nou een klein beetje dicht worden. Kijk, die krijgt ook allemaal nieuwe scheuten. Want daar heb ik ook wat weggehaald. Kijk, hier een nieuwe scheut. En daarheen, hier. Kijk. Heel mooi. Met een prachtige achterkant. Wat mooi paars is. En die sluit als het avond wordt. Sluit het blad. Dus ja, en er zaten wat enkele bladen bij die niet mooi meer waren. Kijk, die hadden ook van die gele plekjes hier en die heb ik eruit gehaald. Dus ja, dan stimuleer je de groei mee en dan krijg je weer mooie jonge scheuten. Kijk, en als die weer wat groter zijn straks, dan haal ik deze weg en dan haal ik die weer weg. Kijk, dan komt weer mooi vol een blad en dan blijft het blad ook heel mooi. Kijk, en dit is Clusia. Waar ik de stekken van genomen heb. En ja, die staan dus hier. Kijk. Hier staat er een van. Een hele mooie Clusia. En hier, ja, dus een pannenkoekplant. Daar ook. En die heb ik van mijn dochter gekregen. Die daar staat, die kleine. Nou, en hier een vetplant. Die doet bij mij nooit zo goed. Daar heb ik de bladeren vanaf gehaald. Want die bladeren waren niet meer zo mooi. Dus in de hoop dat die nog mooi terugkomt. De rest is prima, kijk, zoals jullie zien. Nou, en deze Arthurium heb ik ook andere potgrond gegeven. Die was ook veel te nat. Kijk, nou is hij mooi van structuur, mooi droog. In de hoop dat hij het nou wel beter gaat doen. Kijk, daar komt er ook al een kleintje uit. Hier.
begint ook al een beetje uit te lopen weer. Dus ja, misschien dat dat wel gaat lukken. En bij die andere arterium heb ik dat dus ook gedaan, bij deze. Die heb ik ook andere potgrond gegeven, ook andere arterium potgrond. In de hoop dat die nou ook weer wat beter gaat groeien. Met minder water, want ik gaf ze een beetje te veel aan water. Te veel van het goede eigenlijk. Nou, gaan we eventjes naar buiten toe. Kijk. En er zijn dit tomaten die eraan komen. De cherry tomaatjes, kijk. Die zijn al heel mooi geworden. Hieronder ook. Kijk daar. En het heeft hier net geregend, dus het is nogal nat. Kijk, hier heel mooie cherry tomaatjes ook. Kijk. Ja. En hier. Nou, hier zitten nog hele mooie bloemen in. Nou, hier ook hele mooie cherry tomaatjes. Kijk. Moet je eens kijken wat eraan zit. Gewoon van een experimentje tot een volwassen plant. En met goede vruchten eraan. En best wel veel ook hoor. Kijk, want hier ook. Hier zitten ze ook. Kijk, ze zitten echt overal. Kijk. Ja. Nou, en dan, ja. Ja, het wordt heel mooi. En daar ook, kijk, moet je eens kijken, wat groot. Ja, die zijn binnen een paar dagen rijp, denk ik, deze. Kijk, heel mooi, toch? Ja, en hier ook. Kijk, hele mooie tomaten. Cherry tomaatjes. Wat ik dus in die bak gekweekt heb hier. Een kweekbakje met plakjes van cherry tomaatjes tot plantjes. En ja, die plantjes heb ik weer overgezet in de pot. Zoals hier. En die heb ik dus weer teruggezet daar naartoe. Die andere. En dat zijn dus die planten die je nu ziet. Die tomatenplanten. En deze heb ik hier even in laten staan om te kijken wat dit gaat doen. Nou, tot nu toe nog niet echt veel, maar ja, goed. Er zit er toch nog eentje aan, kijk. Dus, ja. En hier ook. Kijk. En dit is inmiddels mijn tuin. Op dit moment. Kijk, ook heel mooi geworden. Kijk. Ja, net een beetje regen gehad, dus dat komt mooi uit. Ja, dit is nou op dit moment mijn tuin dus. Zoals je moet worden, die heb ik daar wat teruggeknipt omdat hij er niet meer zo mooi uitzag. Dus die moet maar weer een beetje opnieuw op gaan komen. Nou, en daar hebben we dus de lavendelstruik waar ik de topjes al van weg kan knippen. De zaaddoosjes. En hier ook een hele mooie, kijk. En hier deze begint nou wat rare kleuren te vertonen vanwege de hitte. Ja, dat krijg je met hostas. Kijk. En hier beginnen de bloemetjes al behoorlijk door te komen ook. Kijk, wat een mooie bloemetjes. Nou, die hibiscus erachter, die bloeit nu nog niet. Tenminste, deze nog niet. Kijk. Maar er komen al wel knopjes in, zoals jullie kunnen zien. Kijk. Hele mooie knopjes, dus die gaat binnenkort ook bloeien. Nou, en hier ook wat moois. Kijk, mooie vuurrode bloemen. Heel erg mooi. Nou, deze is bijna uitgebloeid. Dit is Liatris. Die laat ik mooi staan tot helemaal tot aan de winter. En misschien nog wel tot in het voorjaar. Nou hier, dit is toch ook een plaatje. Moet je kijken. De ijzerhard.
Die is echt onondergerookt geworden. Die is heel, heel erg mooi. Vind ik. Kijk. Nou, dit is een beetje mijn tuintje. Nu, op dit moment. Nou, deze ga ik binnenkort wegknippen. Deze. Ja, deze allemaal. Die ga ik allemaal wegknippen, zodat hij weer opnieuw kan uitlopen. Nou. En dit is de pruimenboom. Kijk, de pruimen beginnen ook al blauw te worden. De opal. Kijk, dus die zien er ook al mooi uit. Kijk, dit is een hele mooie grote. Hallo! Nou, ja, er zijn er weer wat enkele afgevallen, maar ja, goed, dat hou je toch. En de beste en de sterkste, die overwinnen, dat is altijd zo. Dus ja, die zijn ook het lekkerst. Nou, deze is ook uitgebloeid. Kijk, deze lelie. Dus dat hele rijtje daar, dat gaat weg. Of dat knip ik weg. En dan loopt het zich weer opnieuw uit. Dan gaan we eventjes voorkijken nog. Ja. Moeten we eventjes naar de voorkant. Daar heb ik de vrouwenmantel heb ik daar ook teruggeknipt. Ja, dan kan die ook weer opnieuw uitlopen, want die was ook uitgebloeid. Kijk, dat heb ik hier gedaan. De vrouwenmantel is mooi teruggeknipt. Kijk. Hier staat er nog eentje. Dan kan die weer mooi opnieuw uit gaan lopen, zometeen. Ja, dan kan die weer opnieuw gaan bloeien. Nou, dat zijn de astilbes nu op dit moment. Deze zijn ook uitgebloeid. Nou, deze begint te bloeien. Kijk, hele mooie bloemen erin. Ja. En die ook, de zonnehoed. En deze ook. Kijk, dat is op dit moment. Deze heb ik dus ook teruggeknipt gehad. En die loopt dan ook wel mooi uit. Of die nog gaat bloeien, weet ik niet. Bij deze weet ik dat dus niet. Dat is afwachten. Een duizendknoopje. Oh nee, die staan achter. Nou, kijk, en hier de kogeldussel. Ook mooi in de bloei. En hier begint de phlox mooi te bloeien. Kijk, hele mooie bloem. Die komt ook helemaal vol met witte bloemen. Met die daarachter. Nou, daar een hortensia. Die dit jaar waarschijnlijk niet bloeit, maar volgend jaar dus wel, omdat ik hem dus heb afgeknipt. Vorig jaar. Kijk, dan ziet het er ongeveer zo uit nu. Kijk. Nou, die staan dus nog wel in de bloei, deze lelies. Nou, en daar begint hij wel te bloeien. Kijk, er komen al bloemen in. Deze anemone doet het ook heel mooi. Ja, en de rozen ook. Ja, en de geranium die hier stond, die heb ik dus ook teruggeknipt. Die stonden hier helemaal vol, zoals jullie weten van de vorige filmpjes. En die geef ik ook een kans op een tweede bloei. Nou, de rozen staan er ook heel mooi bij. Alleen deze wil niet echt meer. Die wil niet meer bloeien, denk ik. Misschien komt het nog. Geduld is een schone zaak, hè. Nou, en dan hier nog een roos die ik terug heb geknipt. Tenminste, de rozenbottels eraf heb gehaald. Zodat er weer nieuwe rozen op kunnen groeien. Nou, en dus de Potentilla. Potentilla ganzerik. Net zoals deze.
Deze hortensia heb ik ook terug kunnen knippen vanwege de hitte. Dat zag er niet meer uit. Die heb ik mooi teruggeknipt. En daar ook, dat is ook allemaal van de hitte. Kijk, daar zitten ook hele mooie bloemen in de hosta. Deze ook. Kijk, deze hosta ook. Ja, die plekken zijn allemaal van de hitte gekomen. Helaas. En de hibiscus daar, die begint al mooi te bloeien. Kijk. Kijk, dat is die hibiscus. En deze had ik teruggeknipt, dus die begint ook weer mooi uit te lopen. Ja, en zo blijven we toch maar een beetje bezig in de plantenwereld. Ja, dus dan zo'n beetje op afstand deze kant. En de campanula die doet ook nog heel mooi. Nou, zeer tevreden tot nu toe, dus over de tuin. Ik zou zeggen, mensen, tot volgende filmpje met me weer en doei doei!